Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Autoweetjes. Voor de vierde generatie MX-5 wilde Mazda terug naar de basis gaan. Een compact lichtgewicht sportwagentje bouwen. Ja, en daarvoor moesten concessies gedaan worden. Concessies. Deze auto heeft geen dashboardkastje meer. Ja, u hoort het goed. Geen dashboardkastje. Dat is een van de concessies om aan het oerconcept weer te voldoen. Het totaaldesign. Die voorruit die werd 7 centimeter naar achteren geplaatst. Het dashboard werd ingekort om de inzittende de nodige bewegingsvrijheid te bieden. Ja, en dat ging dus ten koste van zo'n dashboardkastje. Want als Mazda daar wel voor had gekozen, ja, dan had dat ten koste gegaan van de knieruimte van de voorste passagier. Een dashboardkastje. Tja, maar heb je dan voldoende aflegruimte in het interieur? Nou, achter die twee voorstoelen heb je tassen in de rugleuningen en hier heb je een klein bergvak. Maar ja, dat had de vorige drie generaties hadden dat ook. En die hadden ook gewoon een dashboardkastje. Maar ja, misschien waren ze daardoor niet echt lichtgewicht meer.